Geachte studenten, geachte rector, geachte leden van de universitaire gemeenschap. Onder de slogan Ontdek jezelf, begin bij de wereld, opent onze universiteit vandaag, zoals elk jaar, opnieuw haar deuren. Voor duizenden mensen, voor duizenden studenten. Allemaal wandelen zij binnen met een eigen voorgeschiedenis, met eigen dromen en eigen verwachtingen. Allemaal komen zij aan op de campussen van KU Leuven om deel te nemen aan een ontdekkingsreis. Een ontdekkingsreis die de toon zal zetten voor de rest van hun leven. Deelnemen aan deze ontdekkingsreis is echter de afgelopen jaren uitdagender geworden. De huidige financiële crisis zet grote druk op onderwijsinstellingen, op gezinnen en zeker ook op studenten. Steeds meer maken stijgende levenskosten het voor studenten noodzakelijk om studeren met werken tijdens het academiejaar te combineren. Dit zet hun studies onder druk en beperkt de studietijd, waardoor de ongelijkheid tussen studenten blijft stijgen. Weloverwogen studiekosten en transparantie hierover blijven daarom belangrijke werkpunten voor de toekomst. Transparantie maakt onderwijs toegankelijker. En toegankelijk onderwijs is democratisch onderwijs, waarin iedereen hun talenten ten volste kan ontplooien en waarin iedereen zich blijvend kan ontdekken. Democratisch onderwijs gaat natuurlijk verder dan het overwinnen van financiële hindernissen. Onze universiteit groeide de laatste jaren heel sterk en zag haar diversiteit ook erg toenemen. Natuurlijk brengt het divers studentenpubliek ook diverse uitdagingen met zich mee. Andere vooropleidingen, ontwikkelingspaden, verschillende sociale afkomsten en eigen studeercontexten moeten we daar altijd steeds mee in het achterhoofd houden. Hoe meer we deze diversiteit omarmen, hoe meer we talentvolle studenten hun steentje kunnen laten bijdragen aan onze universiteit. Het inclusief onderwijs aan onze instelling hoort daarom drempelverlagend te zijn, op alle niveaus en voor iedereen. Het hoort oneerlijke drempels op een pragmatische wijze weg te werken en daarbij onder andere gebruik te maken van technologie, als didactisch hulpmiddel en als ondersteuning bij evaluaties. Zodat de aula dichter naar de student gebracht kan worden en de studenten dichter naar elkaar. Opdat zij elkaar zouden kunnen ondersteunen en hun ontdekkingsreis rijker kunnen maken. Maar ook zodat zij zich kunnen blijven engageren en de wereld kunnen blijven verkennen. Dit alles zonder dat we de lat op de KU Leuven lager leggen. Integendeel, maar zojuist verhogen, omdat iedereen het beste uit zichzelf kan halen. Kwaliteitsvol, uitdagend en inclusief onderwijs, met aandacht voor de individuele student, zodat iedereen dezelfde kansen kan krijgen en zodat iedereen student kan zijn. Want het zijn deze studenten die de volgende onderzoekers, de volgende professoren, de volgende alumni en de volgende burgers zullen zijn. Het zijn deze studenten die binnenkort de wijde wereld intrekken en hier de tools meekrijgen om die echt te veranderen. Het zijn deze studenten die een van de grote pijlers vormen van deze universiteit. Daarom is het belangrijk dat zij gehoord worden, op elk niveau, en dat zij zelf kunnen aangeven waar hun moeilijkheden en hun drempels liggen, om die lat te kunnen halen. Beste studenten, beste rector, ontdek jezelf en blijf jezelf ontdekken. Blijf jezelf ontwikkelen, blijf nieuwsgierig en leer je hele leven lang. De wereld waarin we beginnen staat nooit stil. En alleen door samen te werken aan de toekomst kunnen we de uitdagingen overwinnen. Laten we streven naar toegankelijk onderwijs, democratisch onderwijs, waar iedereen de mogelijkheid heeft om hun reis te beginnen en verder te zetten. Laten we streven naar een onderwijs waar iedereen welkom is en waarin iedereen de kans krijgt om student te zijn. Ik dank u.